Zoals je aan de titel hebt gezien, of het voorstukje. Inderdaad jongens, we gaan reageren op oude content van Jochem en mij. Nou, wie is Jochem nou? Voor de mensen die niet Jochem kennen. Jochem was vroeger een soort van fan van mij. En hij was heel grappig en hij gebruikte allemaal straattaal. Hij was toen 10. En eigenlijk heb ik best wel veel video's met hem gemaakt. Omdat ik het gewoon leuk met hem vond om te spelen. En de meeste mensen vonden hem grappig. Daar gaan we vandaag op reageren. Laat natuurlijk even een blauw duimpje achter. Abonneer ook even zeker. Als jij meer van dat reageren op video's wilt zien. Dus dat we misschien voor de tweede keer kunnen reageren op content van Jochem. Of misschien wel uit andere content. Laat gewoon lekker beginnen. Ik heb een aantal leuke fragmenten uitgekozen. We gaan gewoon lekker lachen. Let's go. Ik ben de eerste video aangekomen. En deze video is nog maar 3000 keer bekeken. Dus de meeste mensen kennen deze video niet. We gaan gewoon lekker reageren. We gaan lekker lachen. Dit is Jochem jongens. Die lacht ook altijd van hem. Laten we een stukje doorgaan, let op. Ik heb geen pump. Dit was vroeger trouwens nog met Creative. Het Playground. Hij snijdt hier iemand uit de lucht, let op. Ladies and gentlemen. Meanwhile. Dit was trouwens vroeg. Kom eraan. Bijna huilen gewoon. Was echt geweldig die tijd. Het is trouwens nog op PlayStation. Kijk wat hij zegt. Kijk. Oh, ze komen. Nee. Kijk hoe slecht ik ook ben. Oh, hey. Ik heb je zeker, hè, Jochem? Oh. Nee, Casola. Die doodgaat. Target neutralized. Kijk wat hij zegt. Kijk wat hij zegt, let op. Mag ik deze mooie scar die hier ligt? Want ik had die wel eigenlijk. Hij wil gelijk die scar claimen, hè? Hij wil gelijk die scar claimen, helemaal gek. Ik had die kijk mooi getrapt. Ja, je had hem heel mooi. Ik weet niet hoe je het wat gedaan was. Heel ziek. One eternity later. Oh, heavy sniper. Oké, ik moet één killen. Nou! Oh, naast ons. Hij wil de heavy snipe hebben. Trap je hem nou gewoon? I'm dead, hij gaat mama maken. I'm dead! Nee. Casola. Nee, Casola, I'm dead. You're the last one, complete the mission. Kijk wat hij zo zegt, hè, let op. For fuck's sake, let op, hij wordt helemaal gek zo. Let op. Let op. Casola, revive me. Kijk, die wil ik nog meer horen. Vijf met de Sola, ik ben niet echt gestrest. Ik luister, ik ga. Let op, hè, goed gek uit wat hij zegt. Tori 5, 1, 1, go. 1, 1, go. Tori 5, 1, 1, go. Oké, die 5 maar. Casola, die 5 man. En nu gaat een vriend van me gaat dat ook doen. Casola, ik word echt gestrest. Casola, snel. Casola, ik wil dat hij daar ook nog even het potje spelen met je dieren. Casola, snel, ga door. Kijk, en nu gaat hij dood. Let op wat, wat Jochem zegt. Let op, hè. Casola. Let op. Nu ga ik dood en kijk wat Jochem zegt als ik dood ga. Hoe slecht ik ook was. Oh, Casola. Oh,
Hij zit nog steeds met het punt gewoon van dat hij die heavy sniper wilde hebben. En nu zegt hij, als we dood zijn, zegt hij dit. Let op. Oké, okay, trouwens, nog even een ander fragmentje. Ik speelde hier met twee vrienden en Jochem ook. En een vriend van mij heet Joep. En we noemden hem J.R. de Nakker. Zo heet hij. Maar let op goed wat Jochem gaat zingen. Heb je het al? Niemand kent J.R. de Nakker. Dus we kennen YouTube. J.R. de Nakker is een noobie. J.R. de Nakker is een noobie. I'm gonna clip this shit. Oké, jongens, zijn hier bij een ander clipje aangekomen. En dit clipje moest ik er toch wel even inzetten. Let goed op, hè, jongens, wat Jochem hier zegt. Want ik ging hier helemaal van binnen, ging ik echt helemaal stuk. Let op. Ik ga kijken. Dood? Kijk, wat gaat het op school, Jochem? Ja. Twee nieuwe juffen. Maar oké. Twee nieuwe juffen, let's go, Jochem. Let's go, man. Hoe gaat het op school? Twee nieuwe juffen. Hey. Ja, toch. Ja, toch. Ex-hoele. Wat? Ex-hoele? Ja, toch. Kom even die barreltjes poppen dan. Ja, toch, hè? Kleine stinkbanaan. Ja, ik krijg falling damage omdat ik moet niezen. Hij krijgt falling damage omdat hij moet niezen. Laten we nog even kijken naar een ander clipje, jongens. Come on. Nou jongens, dit is het laatste clipje. Dit is de video eigenlijk die een beetje viraal bij mij ging van Jochem. Ik ga het laten afspelen. Ik zit Jochem hier een beetje te treiteren. Ik vond het wel heel erg grappig eigenlijk. Laten we kijken. Maar dat is gewoon waar. Je hebt geld ekkie vriend. En vaten. Dat ben je echt goed. Kijk. Nee! Mars, even stoppen. Kijk, dan gaat hij nog een keer. Lars jongens, stop nou echt. Nu even serieus hoor. Nee! Lars! Ik kan het niet te lang in doen voor copyright, maar hij werd helemaal gek. Laten we doorgaan naar een ander momentje. Ik vond het echt geweldig. Ja, let op. Nu! Ik moet naar hem komen. Enemies. Vliegen. Ik weet niet wat ik hier aan het doen ben. Hij zit te campen bij een steen. Hij zit te campen bij een steen. God, ze zitten echt een goede skins. Heb je de beste skins of zo ingevuld? Oh ja. Hier speelde ik een scrim. Dat is ongeveer een... Dat is zo vroeger... leuk, hè? Hadden we gecued en nu zaten we bij best wel gewoon wel decent mensen. We werden helaas tiende, zie je hier. Jochem speelde heel goed, maar let op naar het volgende fragmentje. Gompje. Een maatje van mij die heet Gnome. Gnoompje, maar hij noemt hem altijd Gompje. Wil je even mijn vrienden, maar kijk die bijna in hem, want die houden niet bij mij aan de regels. We moeten dus iemand uit de lobby kicken, Wijo NL, omdat Jochem hem niet mag. En dan gaat hij zeggen dat hij niet aan de regels houdt, dan let op. En dat kan ik niet tegen. Hij gaat andere chests op hem maken, hij kan niks, hij gaat op mensen schieten. Terwijl hij gewoon aan de regels moet houden, maar dat doet hij niet. Dus kan je die Wijo NL kicken? En hij reageert ook. Hij zegt ook deze jongen. Let op. Lars! Mag ik dingen? Die bot! Dingen? Aanzappen! Nou, Lars kan echt niet snijden. Hou je mond, hij is beter dan jij, dus zal me niks zeggen. Ik kan geen spijt doen! Kijk, die boombox! Wat is dit? Ja, Lars! Mag ik één scar? Want ik had je bij je hand. Hij gaat nou weer voor die scar! Hij wil gelijk die scar hebben. Ja, nee. Eentje, ik weet het. Hij ging met zijn controller ook slaan. Maar hij is echt de scar looter. Nee! Kijk. Ik ben niet dood! Oh, wat was ik goed. Oh, en wat is iedereen niet slecht, joh. Strijder. Strijder. Dan ben je strijder. Ja, Lars is al een strijder, maar Gompje? Ja, daar, Gompje is een strijder. Jongens, dit was de video.
Like, subscribe en share misschien even de video. Ik hoop dat je deze video's leuk vond. Laat even in de comments weten of ik op andere dingen moet reageren. Ik heb in ieder geval genoten. Ik vind het echt leuke content om even weer terug te kijken. Laat een blauw duimpje achter. Abonneer even op mijn kanaal. We gaan naar die 40.000 abonnees. En dan check ik je weer bij de volgende video. Ciao.